Yo, kijkers van Online Games, van harte welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van de voetbalvoorspelling. We gaan kijken hoe we het afgelopen week natuurlijk hebben gedaan en uiteraard de komende week. Dus dat gaat helemaal goed komen. Oké, nou, dan gaan we even kijken. KNVB beker, behoorlijk wat, een aantal tien. Ik laat niet alles zien, dus kijk, een aantal behoorlijk wat. In totaal 114 punten. Dus dat is goed, hier 7, 5, 7, KNVB-beker nog wat. Keukenkampioen divisie, 5, 0, 5, 2, 2, 0, 2, 10 punten, 0, 5, 0. Mwah. Kan beter. Maar goed, we gaan het nu 30 tot 5 november. We gaan nu gaan van 6 tot 12 november. Nou. Dit natuurlijk ook nog allemaal gedaan. Nou goed, beginnen we op vrijdag. Vrijdag, nice. We hebben Fortuna tegen RKC Waalwijk. Fortuna wint met 2-1. Denk ik. Is te hopen. Dan hebben we dus NAC Jong Ajax. Dat wordt op een 2-0 van NAC. Emmen tegen Den Bosch. Dat wint Emmen, denk ik. Dordrecht is best wel goed hoor. Ik vind dat ze goed spelen. Eindhoven tegen VVV eindigt in een 1-2 overwinning. Ja, Eindhoven is ook wel redelijk goed. Dus we gaan het zo doen. Jong AZ tegen Helmond. Dat wordt 1-1. Telstar tegen de Graafschap. Dat wordt een krappe overwinning op Telstar. Nee, ik heb een verrassing. Hier wordt het dus 1-3 voor MVV. Willem 2 tegen Jong Utrecht. Dat eindigt op 1-1. RKC Go Eagles. RKC wint krap met 1-0. Dan hebben we FC Twente tegen NEC. Eindigen 2-0 voor FC Twente. Vitesse tegen Heerenveen. Vitesse ook natuurlijk nog niet helemaal spektakel. Vitesse Heerenveen 2-1. Ik denk dat ze weer een PSV Pax worden. Ja, wie gaat PSV stoppen? Wie gaat het doen? Almere tegen Ajax. Dat wordt... Ja, weer Almere thuis. Ja, ik bedoel, ja, het is sowieso helemaal uitverkocht. Ja, dat is sowieso al. Maar Ajax, ja, yeah, kunnen ze gaan verrassen? Kunnen ze niet gaan verrassen? Ik weet het eerlijk gezegd niet. Ajax toch wel in een goede mood nu. Almere City natuurlijk. Ja, ik denk toch dat ze gaan winnen met 2-1 gaat Ajax. Het wordt moeilijk misschien. Volendam tegen Sparta. Dat wordt een krappe overwinning voor Volendam. Dan hebben we ADO tegen Cambuur. Eindigen 2-2. Feyenoord tegen AZ. Dat gaat een overwinning oplopen op AZ. Dan hebben we Roda tegen Groningen. Eindigen in 1-1. Utrecht Excelsior. Een avondduel. Dat is ook belachelijk waarom het iets avonds wordt. Maar dat wordt 2-1 voor FC Utrecht, denk ik. Ook niet echt wel, maar ik denk wel dat ze kunnen winnen van Excelsior. Slaan we het even op. Niet alle voorspellingen zijn correct ingevuld. Welke nou weer niet? Welke is niet... Nu wel. Goed. 6 en 12. We hebben dus nog iets... Ja. Ik heb kwalificatie. Dus we kunnen dat hier invullen. Een behoorlijke lijst. Om die allemaal in te vullen. We gaan kijken tot hoever dat we dit natuurlijk gaan invullen. Want... Ik ken deze niet, dus we vullen ze maar even in.
We zijn er natuurlijk al mee bezig. Dus ja, dan gaan we er ook natuurlijk mee verder. Thailand tegen China. Zou China goed zijn? Ik zal het echt niet weten. Wat is dit hier? Burundi tegen Gambia. Ja, ik weet echt niet wie de sterker is, dat weet ik echt niet. Dus we vullen hier maar wat in. Maleisië tegen Kyrgyzstan. Ja, kijk, ik ken Maleisië natuurlijk wel een beetje, maar deze die ken ik totaal niet. Iran tegen Hongkong. Iran, daar hebben we natuurlijk wel eens van gehoord. Qatar tegen Afghanistan 1-0. Verenigde Arabische Emiraten tegen Nepal. Egypte. Wel eens van gehoord, maar ook Sudan tegen Togo. Nou, kijk, Nigeria, wel, dat is dus wel een land waar je van zag dat ze wel kunnen winnen. Algerije, die kan uiteraard natuurlijk ook. Kuwait tegen India. Saoedi-Arabië wint wel met 5 tegen Noord-Pakistan. Die moeten we trouwens heel even zo doen. Dan hebben we Kyrgyzstan tegen Spanje. Kijk, dat is voor de EK-kwalificatie. Dat is misschien iets wat we wel kunnen. Estland tegen Oostenrijk 1-1. Azerbeidzjan tegen Zweden 0-3. Dan hebben we deze voor de bekerwedstrijd nog. Marokko wint weer met 3-0. Dan gaan we deze ook nog even nog invullen. Donderdag om 9 uur. Venezuela tegen Ecuador. Die. Argentinië tegen Uruguay 2-0. Chili wint met 1-0. Deze ook nog 2-1-1-0. Oké, okay, nou, dit is op vrijdags. Tot nog vrijdags nog. Zijn hier dan nog wat wedstrijden, maar dit is toch best wel een vrij lange lijst. Ja, maar ze staan allemaal op vrijdags, dus dat gaan we gewoon ook op vrijdags doen. Ja, dat lijkt mij het beste. Er zijn geen eredivisiewedstrijd dus. Oké. Okay. Prima. Dan ga ik het hier ook bij laten. Heel kort, heel krachtig. Maar het is zo hoe het is, jongens. Wij zien elkaar volgende week weer terug. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En tot de volgende week dan, jongens. Mazzel!